Beste lieve partijgenoten, we zijn net bezig geweest met een weerwar van moties. Wat mij nog het meeste bezighoudt is de weerwar van emoties. Ik weet niet hoe het jullie gegaan is na de aanslag in Parijs, maar bij mij speelden verschillende emoties. Ongeloof en verbijstering, gevolgd door afgrijzen, afschuw, woede, onrust. Maar er was ook een ander gevoel. Een gevoel van vastberadenheid. Want dit was een aanslag op mij. Nee, het was een aanslag op ons, op onze samenleving. Dit kon niet onweersproken blijven. En daarom was ik blij dat ik op die avond van die verschrikkelijke woensdag op Place Luxe, het plein voor het Europees Parlement, kon staan, samen met andere parlementariërs, medewerkers van verschillende partijen. Wetende dat diezelfde avond in Frankrijk en elders vergelijkbare bijeenkomsten waren. En daarom was ik blij dat ik de volgende dag op een volgestroomde Dam kon staan, wetende dat op meer dan 30 plekken in Nederland vergelijkbare bijeenkomsten waren. Dat gaf een gevoel van vastberadenheid en eenheid in vastberadenheid om onze vrijheid van meningsuiting te verdedigen. En ik koester dat gevoel van vastberadenheid en eenheid die voor mij samenkomt in de woorden Je suis Charlie. Maar zal die eenheid stand houden? Zullen er niet mensen angst en tweedracht zaaien? Zullen er niet mensen die angst en tweedracht vrezen? Ik sprak een oud collega en al onze gesprekken waren tot nu toe beperkt tot economie en crisis. Maar dit keer niet. Dit is een Hollandse jongen, getrouwd met een moslima en zijn kinderen gaan naar de moskee. Dit keer trok hij direct fel van leer. Hij zei, dat had Abu Talib niet moeten zeggen. Waarom moeten moslims uitleggen dat ze geen radicaal of terrorist zijn? Waarom moeten de Fransen niet uitleggen dat ze geen terrorist zijn? En waarom moeten de Nooren niet uitleggen dat ze geen Breivik zijn? En in tegenstelling tot mijn oud-collega vond ik het optreden van Abu Talib heel sterk, heel treffend. Maar ik begreep hem wel. Zijn kinderen vragen zich af waarom er toch mensen zijn die hun moeder het land uit willen hebben. En zij, vrouw en moeder, is ook niet zeker. Want ze heeft na meer dan 10 jaar alsnog haar Nederlands paspoort aangevraagd en gehaald. Want je weet maar nooit. En dit zijn de mensen die angst en tweedracht vrezen. Natuurlijk vrezen ze dat. Ze kunnen Geert Wilders horen pleiten voor een stop op moslimmigratie. Ze zien de Pegida-marsen in Duitsland. En ik hoorde deze week in het Europarlement Nigel Farage spreken over de vijfde kolonne. Natuurlijk vrezen ze dat. En daar ligt een opdracht voor ons allemaal. Voor jullie, voor mij. Dat moeten we ons realiseren, juist in deze tijden. Als Partij van de Arbeid hebben we van oudsher de opdracht om bruggen te slaan tussen mensen en bevolkingsgroepen. Wij willen niet mensen uitsluiten. Wij zijn de partij van verbinding. Ja, beste partijgenoten, wij zijn de partij van de doorbraak. Onlangs herhaalde ik in het NRC woorden van Willem Banning, een van onze oprichters. Hij vroeg zich toen af, wordt het niet de hoogste tijd dat wij de moed opbrengen om het denken in blokken te vervangen door het denken in gemeenschappelijke verantwoordelijkheid met behoud van menselijkheid? Toen, bijna 70 jaar geleden, had de Partij van de Arbeid die opdracht. En die opdracht hebben wij nog steeds. Gelovig of niet, arm en rijk, jong en oud, hoog en laag opgeleid, worden de verschillen niet steeds groter. Het Sociaal Cultureel Planbureau constateert in elk geval dat Nederland in verschillende lagen langs elkaar heen leeft. En ik zie dat in mijn buurt. De Coffee Company en Café Pleinzicht. Bij de koffiecompagnie worden 's ochtends de MacBooks opengeslagen en de latte macchiato's besteld. En bij Café Pleinzicht wordt een bakkie troost gedronken en als Martin van Rijn niet kijkt, stiekem een sigaretje gerookt. Maar
Maar zouden deze mensen elkaar ooit tegenkomen? Zouden deze mensen elkaar ooit spreken? En het verbrokkelen van de samenleving in verschillende lagen is een probleem op zich, maar is zeker een probleem voor linkse partijen. Waar linkse partijen solidariteit centraal hebben staan, zet rechts het individu voorop. Het is ons verhaal van solidariteit tegenover het ego-individualisme van de VVD en D66 en het nationaal individualisme van de PVV. Want elk van die partijen sluit mensen uit. Elk van die partijen sluit mensen uit. Mensen die hun wortels buiten Nederland hebben liggen. Mensen die in de economische wedloop het onderspit delven. Mensen die ondanks het harde werken niet het eerlijke loon naar werk krijgen. Dat mag de Partij van de Arbeid niet laten gebeuren. Dat is een moeilijke opdracht. Willem Bannink zei het al. Daarvoor is moed nodig. Moed om je niet te verschuilen in je eigen groep en je eigen gelijk. Moed om je te verplaatsen in de positie en het gelijk van een ander. En hoe moeilijk dat soms ook is, ik weet dat die moed in deze zaal te vinden is. Ik weet dat die moed te vinden is in de Partij van de Arbeid. Beste lieve partijgenoten, er breken spannende tijden aan. Er komen verkiezingen. Ja, 18 maart. Maar ook 25 januari, 7 mei en 27 september. Er staat daarbij veel op het spel. Griekenland in of uit de euro. Het Verenigd Koninkrijk in of uit de EU. Catalonië in of uit Spanje. Het laat zien dat de crisis de tegenstellingen heeft vergroot. Dat de crisis de onderlinge banden heeft verzwakt en zeker de Europese solidariteit heeft aangetast. Het laat ook zien dat Europa niet kan volstaan met een beleid van alleen bezuinigingen en hervormingen. Het is niet voor niets dat in Griekenland en Spanje Syriza en Podemos in korte tijd de uitdagers van gevestigde partijen zijn geworden. Het laat ook zien dat als samenlevingen verbrokkelen, de Europese samenwerking het eerste slachtoffer zal zijn. Dus als jullie werken aan solidariteit en verbinding in jullie dorp of stad, in jullie provincie, in ons land, werken jullie ook aan Europese samenwerking. Ja. En beste partijgenoten, daarom werken wij ook in Brussel. Daar strijden wij, de sociaaldemocraten in het parlement en met Frans Timmermans in de Europese Commissie, voor een ander Europa. Wij strijden misschien wel voor de laatste kans voor Europa. En dat is niet het Europa van de markt en munt, waaraan christendemocraten en liberalen zo hechten. Het is een Europa van en voor mensen. En dat is niet het Europa van bedrijven, het is een Europa voor iedereen. Waar nieuwe investeringen en goede banen voorop staan, waar markten duidelijke grenzen kennen, door banken aan banden te leggen, door schijnconstructies op de arbeidsmarkt op te ruimen, door belastingontwijking tegen te gaan, door vervuilende energie terug te dringen. En die strijd voeren we niet voor één groep in de bevolking of voor één blok kiezers. Die strijd voeren we voor iedereen. En daarom ben ik trots op Kati Piri. Want vrijheid van meningsuiting is voor iedereen. En daarom ben ik trots op Kati Piri die als rapporteur van Turkije het Europees Parlement achter zich wist te verzamelen in de veroordeling van het oppakken van twee Nederlandse journalisten en de beperking op de persvrijheid in Turkije. En eerlijk werk, een fatsoenlijk loon, onder goede omstandigheden, is er voor iedereen. Dat geldt voor Nederlandse vrachtwagenchauffeurs in Hongaarse dienst en Portugese bouwvakkers in Nederland. En daarom ben ik trots op Agnes Jongerius, die zich als een terrier vastbijt in de strijd tegen sociale dumping. En werk is voor iedereen. Dat mag geen voorrecht zijn voor hoogopgeleiden. Daarom heb ik samen met mijn 190 collega's steeds gezegd dat banen en groei niet bij mooie woorden mogen blijven. En ik ben er dan ook trots op dat door onze druk het team Juncker deze week een uitgewerkt investeringsfonds van 315 miljard presenteerde en een verruiming van de te rigide begrotingsregels.
En ik maak me geen illusie. Dat is nog niet genoeg. Dat is nog niet genoeg om de werkeloosheid onder de 5% te brengen. Daarvoor zullen ook landen, ze moeten het zien als een uitnodiging, daarvoor zullen ook landen, ook Nederland, moeten bijdragen aan dat fonds. Maar de stap van deze week is ook een breuk. Niet langer alleen bezuinigen en hervormen, maar ook echt investeren in broodnodige groei en banen. Dat is een stap in de goede richting, maar ook een breuk met het verleden. Tot slot, beste lieve partijgenoten. Ik ben er trots op dat wij als partij kiezen voor iedereen en niet voor doelgroepenmarketing of voor één bevolkingsgroep. Dat wij juist de partij van de doorbraak zijn. Dat wij de partij zijn die moed hebben. Dat wij de partij zijn die verschillen willen doorbreken en overbruggen. Want wij zijn de partij van zowel de Coffee Company als van Café Pleinzicht. Wij zijn de partij van de Latte Macchiato en het Bakkie Troost. Wij zijn de partij van de kerk, de synagoge en de moskee. Wij zijn de partij van de eenheid en solidariteit. Wij zijn de partij van de arbeid. Dank jullie wel.